Hallo, mijn naam is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer opnieuw een racetitel, net zoals een tijdje geleden, en opnieuw van Milestone. Ginder in Italië zijn ze tegen een strak tempo de games eraan het uitknallen. Want het is dus opnieuw een racegame die ze hebben ontwikkeld. En de vorige keer hebben we Monster Energy Supercross getoond. Een titel met motorfietsen, dus een motocross-spel. Volledig in arenas. En deze, Gravel heet die dus, is dus met allerlei verschillende wagenklasses en dan in volledig andere parcours. Soms van een simpel punt A naar punt B race. Er zitten ook wel degelijk nog arena-circuits in, net zoals we nu dus gaan spelen in de Memorial Coliseum van Los Angeles. Maar we moeten er misschien meteen bij vermelden dat deze Gravel eigenlijk een zoveelste race-titel is als vele andere. De Monster Energy Supercross game had net het voordeel dat je die track editor had en dat gaf iets meer diversiteit in zaken tracks en circuits om op te kunnen racen. Want je kon je dan zelf eigenlijk vrij simpel ontwerpen. Dat ging redelijk makkelijk en dan natuurlijk die online gooien om te delen met iedereen. En dat is hier niet het geval. Net zoals in vele andere race games kun je hier natuurlijk weer switchen van camera standpunt zoals je kan zien. Maar wij opteren vaak natuurlijk om te racen vanuit de cockpit, want dat geeft toch een extra dimensie bij het racen. Zolang we natuurlijk niet verleid worden tot het gebruiken van VR headsets. En voor alle duidelijkheid, deze race game ondersteunt geen VR. Dit is gewoon simpelweg het camerastandpunt van binnen in de cockpit. Je kan je VR headset hier niet mee gebruiken, voor zover ik weet. Tenzij ze natuurlijk een update doorvoeren, maar dat zou mij ten zwaarste verbazen. Want Milestone is niet direct gekend om VR-games uit te brengen, dus bij deze. Je ziet meteen dus hier ook dat we dus nu bijvoorbeeld met Hummers aan het racen zijn. In een heel simpel parcours. De layout is ook vrij standaard en ja, het concept is eigenlijk makkelijk. Het is gewoon 5 laps racen en als eerste over de finish proberen te geraken. En dat doen we dus in een off-road masters mode. En dat is eigenlijk de career mode van het spel, zeg maar. Waar dat je dus ook allerlei nieuwe tracks en skins kan vrij spelen voor alle wagens. Liveries heet dat, of liveries. Ik zou bij god niet weten hoe dat je het uitspreekt. Maar je weet wat ik bedoel. Die verschillende layers, zeg maar, dat je dus op de wagens kan plakken dan. Als ook de tracks, dus als je eigenlijk wilt racen in een single race of in Time Attack of in een ander standalone evenement, dan moet je dus eerst wel degelijk die tracks vrij spelen in deze off-road masters mode. Maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Je kan het spel, ik zeg het opnieuw zoals bij Monster Energy Supercross, het spel op very easy zetten en dan zo proberen van dus door de career mode eigenlijk heen te vliegen. En dat is misschien ook natuurlijk best aangeraden als je voor de Platinum Trophy wilt gaan, want dit is een vrij simpele op dat vlak. Het is meestal gewoon de bedoeling van eigenlijk alles gewoon te unlocken en alles uit te racen en alle sterren te verzamelen in de career mode. En ja, zo simpel was het hier dus. In deze, het was een simpele race evenement denk ik. En dan krijg je dus punten afhankelijk van de race opties, dus hoe moeilijk dat je het voor jezelf hebt gemaakt, kan je nog extra punten verdienen en dan gaat dat natuurlijk bij je algemene level en dan gaat dat level omhoog. En met dat level dat omhoog gaat, unlock je dan weer, dus, zoals ik al heb gezegd, andere wagens en andere skins voor de wagens in kwestie. Nu, er zijn, zoals je kan zien, meer dan genoeg dingen om te doen. Maar we gaan ook nu eens iets anders tonen. Je hebt ook een championship hier in dit specifieke evenement. We gaan hier in Alaska een smash-up evenement spelen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga je zo dadelijk zien. Eerst gaan we een wagen kiezen. Er zijn er een paar nog gelokt, zoals je kan zien. En daarnet trouwens, rechts zag je er zo een winkelkar symbooltje zo staan bij die wagen. En dat wil dus zeggen dat dat DLC is. Dus er is wel degelijk al een DLC-pack uit met Porsche-wagens, dacht ik. Ja, in mijn ogen een beetje weggesmeten geld. Maar als je natuurlijk Gravel heel graag speelt en je wilt daar nog meer uithalen, en je ziet het zitten van geld uit te geven voor extra wagens, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? Dus ja, bij deze, beslis zelf daar maar over. Maar we gaan intussen misschien even het over het volgende evenement hebben. Dat is een lichtjes ander evenement. Een van de meer originele eigenlijk in het spel. Want je hebt natuurlijk, je hebt Elimination, je hebt wel degelijk ook Time Attack apart in die Off-Road Masters mode.
Je hebt dus de simpele races ook gewoon. Je hebt head-on-head, dus dat je gewoon in een soort van duel gaat racen. Eigenlijk is dat niet meer dan gewoon een evenement. Een simpele race tussen twee racers, jijzelf en dan een AI-speler. Je kan trouwens ook online spelen, voor alle duidelijkheid, maar dat is natuurlijk een klein gegeven in een racespel. Dat zit normaal gezien standaard in alles in. Maar dit is zo een van die iets originelere race modes. Om misschien niet te zeggen de meest originele, want je moet dus hier zo snel mogelijk eigenlijk het parcours zien af te ronden door alle checkpoints te halen. En die checkpoints zijn dus die borden. Dus je benadert die borden en je ziet er kruisjes zijn en groene pijlen. En het is de bedoeling, zoals je misschien wel al had geraden, om dus die groene pijlen te raken, want die gaan je snelheid blijven garanderen, zodat je dus kan blijven rijden op de snelheid waar je eigenlijk ze mee raakt. Want als je dus die rode kruisen, ja, een van die rode kruisen raakt, dan ga je eigenlijk op een soort van muur, zeg maar, botsen. En die gaat dan natuurlijk je snelheid wat afnemen. Het is geen muur, het is eigenlijk een soort van barrière, zullen we maar zeggen. En ja, dan natuurlijk is je snelheid veel lager. En dan ga je natuurlijk dus... Voilà, hier gebeurt het bijvoorbeeld. Ik heb mijn bocht niet goed genomen. En ik ben met de zijkant van de wagen tegen dat één kruis gebotst. Ook al was ik doorheen de groene pijl. En dat heeft mij wat snelheid gekost. En dat zou mij wel eens kunnen de eerste plaats kosten. Linksboven zie je hoe ver we zitten in die track. En rond dus die bordjes rijden helpt niet, want het zijn wel degelijk checkpoints. En als je daar durft rond te rijden, word je gewoon teruggespawned voor die bordjes. Dus je hebt er alle baat bij van eigenlijk gewoon gefocust te blijven en die groene pijlen te raken. Dat is heel belangrijk. Ik stel voor dat we sowieso dit race-evenement uitspelen. Want onze video gaat iets korter zijn dan anders. Maar ja, we gaan even kijken hoe dat precies afloopt. Ik kan dus jullie alvast wel meegeven dat in dit specifieke soort evenementen het er zeker en vast op aankomt van te proberen alle groene pijlen te raken. Want zelfs één rood bord kan op een iets hogere moeilijkheidsgraad je al eigenlijk de eerste plaats kosten. En dat kan dan weer zich verder vertalen in minder sterren. En dan moet je natuurlijk het race-evenement opnieuw doen als je natuurlijk alle sterren wilt behalen om dan alles te unlocken. Oftewel om de felbegeerde Platinum-trofee, in dit geval op PS4, te halen natuurlijk. Maar het spel is natuurlijk uit op de traditionele platformen, niet alleen op PS4. Het is gewoon ja, een beetje de gewoonte dat we alles op PS4 testen, dat is het makkelijkst. Intussen zijn we er bijna. Het ziet er niet zo heel goed uit, denk ik, voor ons, want we zijn wel moeten respawnen. Die eerste plaats, daar kunnen we naar zwaaien, denk ik. Dat zijn we kwijt. Intussen kunnen we misschien al wel kort afronden voor onze iets kortere video vandaag. Gravel, racetitel van Milestone. De tweede al van het jaar, sowieso. Dat is, die is dus uit sinds 27 februari. En kijk eens aan, we zijn achtste geworden. Dat is de laatste plaats, voor alle duidelijkheid. Dus niet zo goed. Kijk, zoals je ziet, 18 seconden hebben we bijgekregen. Bovenop de eerste eigenlijk. Dus die respawn en dan die paar keer eigenlijk botsen tegen een paar van die rode kruisen, dat heeft dus ons heel veel tijd gekost. Maar goed, het is maar gelukkig een spel. We kunnen blijven herproberen totdat het natuurlijk volledig lukt. In de echte wereld zou het natuurlijk niet waar zijn. Dan zou het afgelopen zijn met ons. Maar terwijl wij hier een tweede poging wagen om erdoor te geraken, sluiten we dus af. Dus Gravel, nogmaals, uit sinds 27 februari. Tussenin de iets grotere releases, want we hebben Kingdom Come gehad, maar we wachten dus met zeer veel nervositeit, of hoe moet ik het zeggen, op Ni No Kuni 2 en Far Cry 5. Vooral die eerstgenoemde, want dat is een titel waar we al heel lang op wachten en die ziet er heel veelbelovend uit. Dus super benieuwd naar die game. Maar intussen kunnen we dus ons nog uitleven op Gravel. En dan ga ik jullie intussen natuurlijk doorverwijzen naar het kanaal en de sociale media in het geval dat we dus die toekomstige titels ook onder de loep nemen. En dat zal ook gebeuren, want daar kijken we dus zeker en vast naar uit. Wij wensen jullie alvast veel plezier in Gravel als je wenst van de game dus op te pikken. Hij is dus intussen al uit. En dan zien we jullie heel graag in een volgende video terug.